Oscar, daar gaat hij. Kijk, dit wordt allemaal gefilmd dan. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slam my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off the blue shoe, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoe. Let's go, Neuberechnung, dann muss auch beginnen. Neuberechnung, fahren Sie 150 Meter. Die zat in nog in de jaren 60 in mijn kast hangen. Ik denk, nou, die had je ook in de kast hangen. Kap eens wat je ziet. Zet nog niet op wat je ziet. Ik denk, ik ben er. Ja, maar goed, het al onder Jan dan. Ik heb het beseft dat je moet gaan. Je bent niet geworden hoor. Ja, ik heb het over een meer gehad. Ja, nou, dat heb ik. S'avonds. Nou, volgens mij doe je daar 2 dagen mee, Jan. Dat is leuk, hè? Dat is een nostalgisch kratje. Dat doe je 2 dagen mee. Hij gaat wel in. Ja hoor, ik heb hem weer terug. Hey. Is je auto zo gegroeid? Zijn die pikjes zo kleiner geworden, Jan? Ik denk het wel, ja. Maar Jan was gekrompen. Ja, als hij nog met dat had hij wel weer goed zitten, Jan. Was de hoofd? Weet je wat het beste is? Handig, hè, dat je een carnaval houdt, hè? Nou, ik dacht dat je op de vierde heel goed. Ja, dat klopt. Hey. Ben ik jou? Nou, Leo. Leo? Ja. Nou, Jan, de technieken zijn verbeterd. Ik heb het niet zo lang vaak gezien. Nee. Dus, ik heb vanaf 1968 geweest. We kennen elkaar zeer lang. Rodo hebt er lang. Hallo. Bier van de top. Voordat het 4 uur is vannacht, dan moet ik wel even wat onderzoeken. Ja, dan moet je toch je koffie gaan zetten. Ja, dan moet ik weg. Nou, ik zal even de kop koffie ervoor brengen. Ja. Ja, dat weet jij nooit, maar ik ben. Ja, dat weet jij nooit. Ik ben ook een heel druk. Ja, wel lekker, ja. S'avonds moet je waar ik word van 1,5 kilometer. Dat is bijna 30 graden. Ja, dat kan wel niet meegemaakt. Ja, ik zeg, Jan, dat wil dat van de familie worden. Nou, dat heb ik niet gezegd. 25 graden was wel de max, dat ik dat heb meegemaakt. Nou, we hebben ook niet te klagen met Wim. Nee, wat meer zuurstof vindt het. Gisteren was in Gelderland. Goed. Ja, helemaal dood. Ik heb helemaal niet meer beleven, niks. Ik voel er niks meer. Vorige week trok ik. Ik weet niet, wat zit daar? Ik heb nog een beetje mijn naam. Ja?
Op de ziekpijn, hè? Net als het nu mijn naam eraf is. Of ja, dat van het ook pijn, zeg maar. Zo. Ja, dat is dat we niet ontsnappen kunnen hier natuurlijk. Hè. Ja, dat is echt een zin. Ja, dat is echt een zin. De katten ook zo, maar kunnen. Die zit in de stad. Lekker. Kom maar sluiten. Luca, ik heb veel keer met die jij? Ja, ja. Als je 70 wordt. Ik kreeg net van Luc een filmpje van toen het feestje bij Luna. Dat kreeg ik net voor eerst. Ja, ja. Nou, 10 jaar moeten wachten. Nou? Maar dat hebben we niet gewacht. Het gewoon een... Maar je had er ook kunnen vragen, joh. Precies. Ja, ja. Ja, ja. Ik heb 10 jaar op de plank. Luc is schrijfschrijver altijd, hè. Luc schrijfschrijver. Dankjewel. Dat is echt mooi. Dat is familie, dus. Komt wel geld in. Hè? Komt wel geld, maar wordt wel afgegeven. Ja, door wie? Voor mij. Alles eerlijk dat je nu bent, moet je nooit geven. Wat? Salavie? Maar er is hier een beetje weinig licht, geloof ik. Maar dit gaat wel goed. Ja, we moeten even een lampje bij houden. Wat mooiste vraag geloof hè? Dat ga ik even vragen. Die hebben we. Nee, ik zeg niet Jan. Nee, dat is goed. Rustig wachten op de ding die komen aan. Ja, heb ik ook. Jan is er alweer 10 jaar geleden, toen bij Luna. Toen had je volle bak. We deden toen niet samen met nog. Oh nee, dat was een feest. Met Joe Priem die deed een keer iets samen met André van Peppen. André van Peppen. Die meneer gaat film opmaken. Ja. Een adolescent. Jij bent een adolescent. Nee. Niet. Wat is het dan? Heb je net eraf gelegd? Dat is al gewassen, hè? Nee. Dat je les 6 hebt. Dat is gewassen, hè? Huh? Was van de week bij je? Weet je niet, dan krijg je een mooi. Ja. Martin. Jij stelt me dat ik het aantal jaar ben. Heb je biertje? Ja, ik weet het niet. Ja, je zit zelf aan te zeggen dat je nog volwassen bent. Dan ben je net volwassen. Dan ben je 120. Maar ik wil nog vooruit op kijken. Kun je dat niet tellen? Nee, maar denk erop. Ik kom direct alleen bij jou. Als je het nodig hebt, dan moet je het schrijven, maar het is niet handig. Ik had maar twee. Ik kan mijn handen niet meer nemen. Bakkenbaarden luisteren. Jongens, we hebben daar gewoon een keer mee gehouden. Maar ik dacht dat die bakkenbaarden, die had je eigenlijk een heel mooi gevakt. Dat is heel makkelijk. Jongens, de geur is eruit zien. Ja, nee. Ja, niet in stoel. Ja, ik moet een potje lijn naast. Hey, dat is een mooie. What to do with me? When you don't believe a word I say. We can't go on together. We're suspicious.
Kan ik ook niet. Van de afgelopen jaren, dat bij jou kunnen. Ja, die zingen we eroverheen. Ik roep ze ook mijn ouders een kerel. Gaat op de wijs van, zeg je kopje, waar ga je heen? Geen muziek. Of wij de wijs kunnen houden, dat weten we natuurlijk. Acapella, ja. 1, 2, 3, 4. Wat gaan we beginnen? Zo alleen, zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar je heen? Zo alleen. Gaan we jongens fijn kamperen in het bos, in het bos. Gaan we jongens fijn kamperen in het bos. Zeg Jan Groentje, waar je heen? Zo alleen, zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Dus zo alleen. Ga met mijn lote carnaval vieren in Den Bosch, in Den Bosch. Ga met mijn lote carnaval vieren in Den Bosch. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Dus zo alleen, zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Dus zo alleen. Ga naar Joegho met de stoelen, lekker weg, lekker weg. Ga naar Joegho met de stoelen, lekker weg. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Zo alleen, zo alleen. Zeg Jan Groentje, waar ga je heen? Zo alleen. En met vrienden naar 60 stad vieren, lekker feesten, lekker feesten. Goed gemaakt. Lang zal hij leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria. Nee, in de raad houden. Je bent er binnen. Hallo jongens. Hey. De tekst komt hier een beetje met het ritme, maar... Maar nooit meer doen, hè? Cadeautjes bij jou. Cadeautjes? Ja. Die zijn natuurlijk een beetje op jouw... Op jouw lijf geschreven. Op jouw lijf geschreven eigenlijk. Uit de oude doos. Blijkt van Elvin, denk ik. Jezus. Je hebt er ongemak geweest, bro. Oh, zet er Jezus, stop maar weer op. Dat is echt de jaren 70, hè? Dat is. Lekker hoor, ja. Doet hij nog? Ja, uiteraard. Kreta, ze beginnen, het verkeerde eiland. Ja, maar. Ook bij heel veel graven, hè? Dat is ook uit de jaren 70. Paul Anka, Paul Anka, daar dan, haal het oude doos. Hij moet dat niet geloven, hè? Dat is je koekenbril, jongen. Ja, hoor. Ja, dus dat moet je eventjes. Goed bestuderen. Je mag die gaan bekijken, maar dat zijn wel toepassingen. Moet je ook openmaken? Nee, die hoef je niet openmaken, joh. Die hoef je niet open. Maar, daar kijk. Ik heb een klokje af. Ik ben er ja, ze hebben een boekje geplakt, want anders... Nu, Hedeniek. Laat dansen zo bij, ja, dat is echt een ritje. Dat is... Dat klokje is zo speciaal, dat je op tijd je vliegtuig kan halen. Het Fire, Weekend. Dat zijn echt dingetjes die jou... Jezus, dat is Duo Gert Timmerman, ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Daar. Olivia Newton-John, oké, dat is leuk. Ach, ik ga dit wel doen. Neem een glas op concert. Ik zal nog een makkie even bekijken wat er al in zit. Zelf een glas op concert.
Is retro, hè? Ik heb een V9 werk. Ja, in de hoofd. Retro. Heel erg bedankt. Voor de oude baden. Retro-materiaal, dan. Ik heb retro. Ik heb nog een draaitafel. Doe je de muziek ook nog, denk je? Ik denk het wel. Dan krijg je nog een briefje van Ed Presley. Je kon een briefje krijgen. Nee, jongens. Het was niet geboekt. Het is niet geboekt. Het is niet geboekt. Het is niet geboekt. Ed Presley. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Zij bekronen